Den Haag FM 92.0. Jouw Haagse Stadsradio. 100% Haag. Met dit uur ADO Den Haag Live. Den Haag. Eredivisie voetbal bij Sportsignaal op Den Haag FM. Vanavond de wedstrijd ADO Vitesse live. Na een tijdje een paar wedstrijden zonder goal, maar goed, het wordt tijd voor 3 punten. Wij hier thuis hoeven voor niemand bang te zijn of elke ploeg heeft zwakke plekken. En die gaan we proberen te laten zien. Of het nou Matas is of Castanjos, dat zijn allebei jongens die sporen verdiend hebben. Dus. Met in het stadion Finn Markering en Danny Vaan. Ik richt me op mijn eigen ploeg. Bij Vitesse zullen er gewoon 11 goede spelers staan, want ze hebben een goede. En in de studio Marcel Breusma. Het sportieve geluid van de Haagse regio. Sportsignaal Radio. Goedenavond en welkom bij deze extra uitzending van Sportsignaal. Vanavond worden er nog 2 wedstrijden gespeeld in de doordeweekse speelronde. En wij gaan ons straks helemaal richten op de wedstrijd die gespeeld wordt in het Cars Jeans Stadion. En dan hebben we het over ADO Den Haag tegen de nummer 7 in de eredivisie Vitesse. Maar eerst even geen sport, want vanochtend bereikte ons het trieste nieuws dat onze verslaggever, eindredacteur en ook drijvende kracht achter dit programma, Kees de Gusseklo, plotseling is overleden. Vele vaste luisteraars zullen zijn stem herkennen, want hij deed bijna elk weekend, zowel op zaterdag als op zondag, verslag. En hij was ook vaak in het stadion van ADO om daar een wedstrijd te verslaan of spelers te interviewen. En ja, over dat stadion gesproken, daar gaan we nu mee schakelen. Onze verslaggevers Danny Vaade en Pim Markering. Danny en Pim, ja, wat een gekke dag hè, vandaag. Marcel, goedenavond. Een hele gekke dag en jij schakelt over naar ons. En op dat moment wordt hier door de stadionspeaker omgeroepen wat er gebeurd is. Dat Kees de Gusseklo dus overleden is. Is in het verleden ook supporterscoördinator geweest hier bij ADO Den Haag. Je hoort nu ook de mensen die in het stadion al zijn. Dat zijn er niet heel veel, maar wel applaudisseren. Er was een foto te zien op het moment dat jij ons aankondigt in zwart-wit. En, iets wat dan gelijk weer kippenvel oplevert. Je probeert nu rustig zo'n uitzending te gaan maken. Als je dan de vertrouwde tune van Sportsignaal hoort. Ook geliefd bij Kees. Ja, dan is dat heel gek. We gaan zo meteen gewoon live de voetbalwedstrijd volgen voor u, uiteraard. Maar het mag duidelijk zijn dat dit zwaar zijn stempel drukt, Danny. Ja, nou, toen tumultueuze avond en nacht die wij allemaal hebben beleefd gisteravond. Waar wij rond een uur of 1 het bericht kregen dat de vrees uiteindelijk werkelijkheid werd. En dus Kees de Gusseklo overleden is. En Pim en ik zitten hier allebei bij ADO Den Haag nu. Doen verslag al 1,5 jaar. En dan kunnen we allebei spreken dat we dat maar aan 1 man te danken hebben. Dat is Kees de Gusseklo. Hij is volgens onze mentor geweest. Degene die ons heeft opgeleid. En als je dat dan s'avonds, gisteravond meemaakt. Meekrijgt allemaal. Dan is dat gewoon onwijs schrikken. En dan kan je eigenlijk alleen maar zeggen. Kees, onwijs bedankt. Voor alles wat je ons hebt gegeven. Alle aandacht, alle liefde die je hebt gegeven. Aandacht hebt gegeven. Mijn persoonlijke situatie de afgelopen tijd. Je was een onwijs top. Topman. We gaan je onwijs missen. En eigenlijk kan je er niet meer over zeggen, Pim. Ja, nee, je kan er niet veel over zeggen. We hebben het vandaag toch wel erover gehad. Ook eerder op Den Haag FM. Het is in alle media eigenlijk wel voorbij gekomen. Kees was een man die niet alleen aan zichzelf dacht. Sterker nog, hij dacht meer aan anderen. En denk dat wij daarom ook hier zitten. Omdat Kees ons die kans gunde. En zag dat er jonge mensen waren en die wilden vernieuwen. En hij cijferde zichzelf daardoor eigenlijk weg. Heeft ons opgeleid, ja. Niets meer dan lof. Natuurlijk voor Kees. Een geweldige man. En we gaan luisteren, dat lijkt me nu even het beste, naar wat momenten van hem. Want wat was het ook, een geweldige verslaggever. Kees de Gusseklo. Sportsignaal. In B, daar is het affiche BMT tegen Velo. Is BMT een beetje hersteld van de nederlaag van vorige week, Kees? Ach, dat weten we niet. Maar goed, BMT staat nu wel op een PD-plaats. Maar dat middenveld is zo lang uitgerekt. De nummer 4 van de ranglijst, Velo, staat maar 4 punten voor op Robert Swinkels, doelman van ADO Den Haag. Doelman, eerste doelman. Dat is even wennen, hè? Ja, nou ja, wennen, ja goed. Dat plekje onder de lat, daar sta je in principe heel de week natuurlijk. Alleen nu ook even in het weekend. Dus, de kuppertje, ja! Die gaat naast! Ja, alles
wat, Katjoes. Die juicht, die schreeuwt. Zelden meegemaakt. Die bal ging naast. Ranomi, kom op je Jojo. De Ranomi Cup wil ik met je over hebben. Wat een eer, hè? Dat ze een jeugdtoernooi naar jou vernoemen. Zeker, ja. Dit is voor het eerst dat er echt in Den Haag de Ranomi Cup is. En dat er dan een wedstrijd naar mij vernoemd wordt, dat is wel heel tof. Voorlopig wordt die bal ingekopt. Die wordt binnengekopt. Raymond van Bokhoven. En we zitten zeer dik in de blessuretijd. In de derde minuut van de blessuretijd. De bal komt net zoals die 3-2 door Brendan Tichel. Die laat die bal bij de eerste paal vallen. Barbara Loorscheid, doelvrouw. Of doelman, wat zeg je eigenlijk? Ja, doelvrouw, doelman. Doelvrouw van ADO Den Haag. 20 seconden voor het verstrijken van de tweede helft. Je redt gewoon de overwinning. Dat was wel heel lekker, moet ik zeggen. Sonja, sport, topsport, is niet eerlijk. Nee. En dat weet jij? Ja, dat weet ik wel. Ja, wat moet ik daarop zeggen? Zullen we maar stoppen met het interview. Bedankt dat je even hebt willen praten. En sterkte met de verwerking, maar komt wel weer goed. Dank je wel. Niet de fluit, dan komt hij inderdaad Boyla naar rechts. En de bal gaat naar links. Want dat betekent dus dat de aansluitingtreffer is gemaakt bij Velo. Stand 3-2. En we hebben nog meer dan 25 minuten te gaan. Dus ja, je moet nooit te snel zeggen dat de tegenstander gewonnen heeft. Ook een verslaggever niet. Denkt in wanhoopspoging, misschien sluit de scheidsrechter nu op. Sander Jong schoot hoog en ver naast. En daarna fluit de scheidsrechter Richard Steenberg Capelle aan de IJssel af voor het einde van de wedstrijd. En heeft Die Hagen moeizaam met 0-1 gewonnen van middenmeter voorschoten. Dus Die Hagen kan richting het kampioenschap. Maar dat mag je nog steeds niet zeggen van trainercoach Wim de Jong. Doe het lekker toch. Ja, een momentje van stilte en bezinning. Wat moet je zeggen? Ja, wij zitten hier allebei natuurlijk met tranen in de ogen. En ik neem aan meerdere mensen. Kees, wat was je geweldig. Kees, wat willen we jou bedanken voor alles. En daarnaast, u heeft nu onder andere voetbal gehoord. Maar ook bij de cricket, bij het softbal, bij de hockey, bij de tennis. Tennis volgens mij niet. Maar je kan bijna alle sporten opnoemen. Handbal, Kees ging op vrijdagavond naar de handbal. Op zaterdagavond een hal in. Niks was Kees te gek. En ja, zoveel bewondering daarvoor. Laten we Kees in ieder geval nooit vergeten. Deze mooie compilatie is overigens gemaakt vandaag. Want dat moest allemaal in alle snelheid gebeuren. Door collega Jan Bustin. Nou, u hoort het wel. Ja, het was een hele mooie compilatie. Allebei brokken in de keel. En nog steeds ongeloof, inderdaad, wat je zegt. Tranen in de ogen. En wij gaan straks samen verslag doen van de ADO Den Haag tegen Vitesse. Want zo is het ook alweer. En dat doen wij. We hebben het samen overlegd. Maar dat doen we ook omdat we zeker weten dat hij dat zou willen. En omdat hij ook trots is op het programma. En ja, raar om te zeggen, maar trots is op ons dat wij dit nu van hem en collega Martin Bruin hebben overgenomen. Dus wij gaan straks, als de plaat is geweest, ons klaarmaken voor de wedstrijd ADO Den Haag tegen Vitesse. Ja, en van het weekend zijn we natuurlijk uiteraard gewoon met reguliere uitzendingen. Zoals u gewend bent, op zaterdag en zondag van 2 tot 6 gaan we gewoon het amateurvoetbal volgen. En alle andere sporten. Omdat Kees dat zo zou hebben gewild.